Klaas Huntelaar, 17 jaar, spits van PSV en van het Nederlands elftal onder de 18. Momenteel topscorer van de Shell jeugdcompetitie en ik kom uit Umbelo. Barsten en Bergkamp. Mooie kansen in deze partij om zeep geholpen. Maar ja, ook wel gezorgd weer voor het even met z'n tot nu toe. Marjan Effer. Met de versnelling. Krijgt die bal nog voor Huntelaar. 2-0 PSV. Hij mist een paar kansen. En het is gewoon 2-0 en inderdaad, het is een mooi doel. De derde voor Heerenveen. Amsterdam. Ja, het is altijd leuk om hier te zijn, bekende gezichten te zien en een leuke wedstrijd openlijk. Twee oude clubs. En,
5 man voorin. Ik merk wel dat er heel veel pers is. En, ja,
heel veel aandacht voor, ook op tv en op buitenlandse tv-zenders. Dat is wel anders dan bij Ajax, maar Ajax heeft ook een grote uitstraling en is ook een grote club. Dus dat is moeilijk om te vergelijken met iedereen anders. Wij heten je welkom bij Real Madrid en wij wensen jou en je hele familie een gelukkig verblijf bij ons toe. Dank je wel. Class Jan Huntelaar. Off the mark for Real Madrid.
fusila a Diego Alves. La verdad es que el apodo le viene que ni pintado, ¿eh? Qué bien, Raúl, ahí. Fíjate por Sneijder. El balón es para Robben. Robben marca a Diego Alves. Puede llegar el tercero. Lo que ha salvado Diego Alves. Junto a la Roberola. Giorni. Sono appena arrivato, non so cosa succederà. Sì, ho avuto qualche contatto nei giorni scorsi con il Milan. L'ex Ajax, l'ex Real Madrid, il cacciatore Jan-Klaas Huntelaar al posto di Rino Gattuso. E quindi il Milan adesso torna a tutti gli effetti al 4-2-3-1. Abate, Nesta, Thiago Silva. Il 4 febbraio che sembra ancora sempre troppo tutto viola. Thiago Silva sbaglia il passaggio e c'è il recupero da parte dei viola, ma riparte il Milan. Ronaldinho la tiene, Huntelaar, c'è il gol del Milan sul primo palo di Frey. Il Milan al pareggio, sembrava riuscito a fare il suo disimpegno la Fiorentina, e invece sull'asse Ronaldinho Huntelaar, il Milan va a pareggiare. Esultano tutti in panchina, grande esultanza della curva rossonera. Il Milan voleva tutti i costi vincere, anche per mandare un messaggio al campionato. Huntelaar, Ronaldinho, regolarissimo, Huntelaar, gol dell'1-1, sospiratissimo, al 36esimo del secondo tempo, Huntelaar, come nel finale aveva fatto con la Catania. Prima di questa partita Huntelaar aveva fatto due gol, anche con l'Udinese, questo è mercoledì 24 febbraio, venerdì 12 febbraio il Milan aveva... يعني هنا اللاعب وريس لم يهنأ فريق نادي
ولكن عندما ظهر أونتيلر أمامنا يأتي بهدف التقدم لفريق الميلان في لحظات إصابة كبيرة هنا في هذا المباراة اللي طبعا يعني باري و kleedkamer. Misschien kleden we om. Daar staat altijd het dagschema, dat is vanmorgen. Dus iedereen zijn plekje hier. Palestra, zoals ze het noemen. Gym. Nou, dit is het bord van de trainingen. Hoe vaak je er wel bent, hoe vaak je er niet bent. Mooie, zijn vaak geblesseerd geweest, een lange tijd. Andere keertjes ziek of zo. Blauw is in Nederland zelf dan. Een paar keer weg geweest. Wie de 27-jarige ausfallen wird, is nog onklaar. Klaas-Jan Huntelaar is woensdag gepresenteerd bij Schalke. De 27-jarige goalgetter komt over van AC Milan voor 14 miljoen euro. De afgelopen week scoorde de Hunter nog 5 keer voor Oranje. In de kwalificatie die wel tegen San Marino en Finland. Schalke 04 muss im Pokal-Halbfinale gegen Bayern München auf Stürmer Klaas-Jan Huntelaar verzichten. Der Niederländer verdrehte sich im Training das Knie und erlitt eine Innenbandverletzung. Schalke führt 1-0. We'll be right back.
aangrepen. Omdat ze ja, komend jaar met het team te gaan doen. Hier niet trouwens. Dat is gesproken.